blijf maar in het water, we geven je direct een vishengel. Ja. We hebben het lijstje al klaar voor je. Niet zo, ja. Ik werd een beetje onthaald. Eigenlijk als zijnde gast, maar je kunt het ook zeggen als zijnde gast arbeider natuurlijk. Hè? Zeg, ik heb hier een leuk lijstje. Vissen. En goed vuur maken. En houthakken uiteraard, want ja, fysiek zijn wij toch in de minderheid. Hè? Wij doen echt alleen het hoognodige en wat niet nou, hoeft, dat hoeft niet. Ik heb al hout gehakt, hoor. Jawel, ja, nee, jawel, maar ik bedoel, slijpen. Wij hebben niet bergen voorraad. Ja. Maar wat wij ook heel graag van je willen, dat is gewoon een goed gesprek en de moreel een beetje ophogen hier. Want dat is hard nodig. Alleen al je aanwezigheid zal wel goed doen, denk ik. Weet je wat het is? Je moet het zien als sportverband, hè? Je moet je eigen voorstellen dat je een team bent. En je gaat een partij volleybal spelen. Dan ben je ook één. Dan ga je ook niet apart groepjes vormen. Hier ben je samen en hier ben je samen als een team. Dan moet je ook zorgen dat je je eigen gedraagt als een team. En er zal best wel dingen zijn die je denkt van... ja, maar dat vind ik niet leuk dat zij dat doet of dat of zo. Maar het is wel zo, je moet als team het maken. Dat is een slavin. Ja. Echt? Dat is hier echt wel super. Ik dacht echt dat ik op een droomeiland terecht kwam. Zo'n mooie hut. Slaapplaatsjes. Een eettafel. Echt zo precies een cafeetje op het strand. Ik dacht echt van, oh, nu nog een lekkere cocktail. En dat is hier, oh, I'm in heaven. Ik denk dat jullie toch niet bij ons moeten komen, eerlijk gezegd. Ik weet niet, we zijn heel benieuwd ook hoe jullie kant eruit ziet. Remo zal wel alles vertellen. Terwijl Raymond zwoegt, raken de vrouwen maar niet uitgesproken over een nieuwe held. Ik vind het gewoon tof dat hij uiteindelijk tegen de groep zit. Kunnen zeggen dat ik gewoon al 12 dagen wil proberen zijn. Want ieder respecteren voor wat hij is. Ik hoop dat eigenlijk hij een beetje de invloed kan hebben dat we weer meer onszelf worden. En niet van die rare fratsen uithalen. Je moet hier even af aan het opruimen ook. Hè? Je moet hier even af aan het opruimen ook. Ja, dat hoort erbij toch? Ja, maar ik kom er nog wat zonnes uit. Dus dat is een knecht, hè. Dus ja, de uitbuiten, hè. Ja, uitbuiten, hè. Op Mensirip heeft ook Christina een passende taak gekregen. Zalig. Ik vind het absoluut niet erg om deze te doen. Ik had erger kunnen. Hè. Ik was als knecht uitgekozen. Ik had verwacht dat ze mij van die rotte klusjes zouden laten doen. Echt voor mij voor te zien hoever dat ze zouden kunnen gaan met mij. Deze is het minste dat ik kan doen. Ja, ze is echt een schatje. Gewoon heel direct. Ja, ook direct, ja. En het is van Antwerpen, hè. Antwerpen gaat zich over mij. De stad, waar daar ik zijn geboren. De groenplets, de meer, de kazelaar. Daar heb ik mijn hart verloren. La 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 la. Op Uma hebben Annelies en Raymond zich even afgezonderd. Tot grote hilariteit van de andere vrouwen. Ja, geweldig, hè? Zo achter dat bergje, dat heuveltje. Woe! Jut en Jul. En toen namen ze elkaar vast. En toen gaven zij hun eerste innige kus. Hij gaat dus niet meer terug. En toen was het uit. Toen konden we het niet meer zien. Toen deed ze het lampje. Ik heb het idee dat er een bijzondere band is tussen hem en Annelies. Je ziet gewoon aan beiden dat het gewoon ontzettend klikt met die twee. Mijn roos is doorgesleurd. Nee, dat doe je zelf. Ik geef je alleen maar een beetje energie aan.
niet opgeven. Opgeven, dat is de makkelijkste weg. Dat is zo van, maar volgende keer kom je weer iets tegen. En dan denk je weer van, oh, ik moet het maar weer opgeven. Want dat is de makkelijkste weg. Zullen we die anderen gaan vervelen dan? Hè? Want anders dan breng ik ze nog op rare gedachten. En dan heb ik vanavond helemaal geen nachtrust meer. Hè? De expeditie ingrijpend zal veranderen. Eerst wijzen Christina en Raymond de volgens hen meest complete Robinson aan uit het bezochte kamp. Raymond wijst Nolleke aan en Christina kiest voor Derek. Nolleke, Derek. Deze twee koppels zullen straks de kern vormen van twee nieuwe kampen. Inderdaad, vandaag worden de kampen heringedeeld. Zometeen zullen Derek en Nolleke en hun secondanten het tegen elkaar opnemen in de proef. Het koppel dat wint begint niet alleen als eerste met de keuze van nieuwe kampleden, maar mag ook kiezen op welk eiland ze leven. Derek en Christina winnen de loodzware proef, waarbij een kano moet worden opgedoken van de zeebodem. Oké. Derek kiest Mensirip als eiland en mag beginnen met de samenstelling van het Noordkamp. En ik kies mijn kookmaatje, Olivier. De herindeling van de kampen is een feit. Derek en Christina kiezen Olivier, Loes, Keo, Annelies en Luc. Zij vormen het Noordkamp op Mensirip. Zij kiezen Walter. Voor het Zuidkamp kiezen Raymond en Nolleke. Walter, Mark, Jacobien, Deborah en Lydia. Lydia, teken dat jij bij Nolleke gaat. Kamp Noord, Kamp Zuid, heel veel succes bij de nieuwe start. Een nieuwe uitdaging met voor sommigen van jullie nieuwe kansen. We zien jullie bij de komende eliminatieproef. Merci, maatje. We gaan het doen, hè? Merci, maatje. Ja, het is lullig. Ik had iedereen maar willen kiezen. Welkom. Nou, zijn jullie ook een beetje tevreden met de keuze? Natuurlijk niet. We hadden het eigenlijk allemaal best aardig voor elkaar. Het ging allemaal vlot en soepel. En dat, ja, dat valt allemaal weg natuurlijk. Goed, hè? Kunnen we weer zingen vanavond? Ja, ja. Kijk, want wij doen ook dansjes, hè? Ja, absoluut. Voor Walter is het een behoorlijke schok wanneer hij voor het eerst geconfronteerd wordt met het vroegere vrouwenkamp op Oema. Je hebt op de uiteindelijk al het wat opgebouwd met een aantal mensen. En dan zuinig geweest op de voorraad, alles netjes aan de kant gehouden. En dan word je door het lot van je maten weggetrokken en op een ander eiland gedumpt, waar ze dan toch iets losbandiger met allerlei dingen zijn omgesprongen. Jullie hebben in ieder geval flinke pannenkoeken gegeten. Dat is een puinhoop en dan heb je wel zoiets van, jezus, moet dit ook allemaal op orde gebracht worden? Walter. I know. Ik kom ook wel zo van de koude kermis thuis. Weet je. Ik ben nog blij dat ik tenminste nog mensen om me heen heb waar ik toch wel graag mee te doen heb. Dus. Het was bij ons wel iets comfortabeler. Ja, op zich. Op zich. Dan zullen we best niet te veel over zeugen, hè? Nee, we moeten proberen om er iets van te maken. Dat weet je. De dames misschien nog geïrriteerd geraken ook. Ja, dat is ook niet leuk. Dat is niet bedoeld. Nee. De aankomst van Kamp Noord op Mensirip verloopt in een veel opgewektere sfeer. Kamp Noord! Dames, het heeft niet geregend, dames. Roentem, tafel, grip. Hier. Oh, gezellig. Ik ging niet slapen. De dames zijn blij dat ze op een manneiland zijn beland. Je zou zo denken, bij vrouwen is alles heel netjes en ordentelijk. Maar het was dikwijls een chaos bij ons. En dan kom je inderdaad hier en dan is alles heel strikt en netjes. In Kamp Zuid kan Walter maar niet begrijpen dat de vrouwen zo'n puinhoop van hun eiland hebben gemaakt. Nee, maar het is toch wel interessant.
Ja. Als je echt vrouwen bij elkaar zit en het loopt mis, dan blijft het mislopen. Ja, maar dat je dan individueel er nog zo'n rotzooi gaat maken. Hoezo individueel? Ja, daar wat, ginder wat, daar wat, daar wat. Maar dat is logisch, iedereen gaat zijn eigen weg. Niemand wil naar elkaar luisteren. Gewoon, ik zou van een vrouw verwachten dat als zij op een proef gaat, dat ze haar kleren in een zak steekt, dichttrekt, dat die, dat die droog blijft. Heb ik gedaan, hè? Dat zijn dingen die je dan verwacht van een vrouw. Ik heb ook mijn eigen plekje echt hier, want ik kreeg op een gegeven moment ook een staart van het feit. Dan was mijn regenjas weg, dan was mijn laken weg, dan was dit weer weg, dan mijn flat. In godsnaam, dat was bij ons ook. En zeiden, jongens, hebben jullie ergens een laken gezien? Dan begon iedereen, ja. Ah, hier is een laken. Nee, ik vind gewoon, je moet zorgvuldig met je spullen omgaan, want je hebt haast niks hier en je moet er lang mee toe. Dus ik heb zoiets, daar hangen mijn spullen, afblijven. Dat is geweldig, man. Ik garandeer jullie, binnen het half uur maken jullie hier laaiende ruzie. Wie? Jullie? Nee, waarom? Wij niet. Wij? Nee hoor, we hebben nog nooit ruzie gehad. We hebben nu al, Ray heeft met Annelies gepraat, ik heb gisteren met Christina gepraat. Ja. Het zijn allemaal verschillende verhalen, hè, die ik hoor. Dat zal ja, wel. Maar krijg je inderdaad, juist die twee krijg je heel allemaal verhalen. Ja. Dat kan ik mij heel levendig voorstellen. Na een hevige storm die nacht ontwaakt Kamp Noord. De mannen gaan meteen aan de slag om het vuur in het kamp weer aan te krijgen. Annelies heeft opnieuw een inzinking. En dat denk ik zeker 2 uren gewoon constant en hard liggen regenen. Echt, ik was kapot. Nacht liggen slapen toch? Slecht. Ik voelde mijn eigen gewoon breken, echt waar. Christina maakt zich zorgen en probeert haar wat op te vrolijken. Volgende keer dat je nog zo'n down rit. Ja, probeer de positieve kanten eens te bekijken en even door te bijten. Ja, dat is juist. Ik heb het al gezegd, hè. Je mag dat maar 1 keer meelezen. Ja. 1 keer. Dat is juist. En even gewoon doorbijten en even hard voor wijgen zijn. Ja. Ik heb nou om de 2 dagen zo... Dat is precies zo'n grafiekje. Ja. Up en down, up en down. Ja, ik heb het soms al uur morgens. En je ziet, je wou verleden week al vertrekken en je zit hier nog. Ja. Dus, wow, volhouden. Ja, ik hoor diegene worden die 100 keer gezegd heeft, ik vertrek, ik ben weg. Proberen van de samensmelting te halen. Hm? Ja. Ik ga mijn best doen. Dat kan ik niet beloven. De mannen van Kamp Zuid zijn druk bezig het eiland wat leefbaarder te maken. De vrouwen kijken goedkeurend toe. Ik moet je zeggen, het ziet er stukken schoner en gezelliger uit. Dan krijg je er zelf ook hoe langer hoe meer zin in. Ja, er is wat ruimte geschapen. Het is gewoon gezellig, leuk. En nettig. Ja. En nou nog wat waslijntjes hier en daar, zodat al die rotzooi weg is, want dat ziet er ook niet uit. Maar, nee, leuk. Ik heb ooit een keer een interview gedaan met een sociobioloog en die zei, als het aan de vrouw had gelegen, dan leefden we nog in het stenen tijdperk. En ik begin er steeds meer in te geloven. Dat moet je niet zeggen. Nee. Dat is toch waar? Kijk nu. Wij zijn echt een stelletje slonzen bij elkaar geweest. Nou, dat wil ik mezelf toch niet laten zeggen, ik hoor. Ja, maar het is wel zo. Het is wel zo, helaas. Sorry. Ik ontzette de trek in paddenkoeken. Maar daar zal Nolleke nog even op moeten wachten. De pan is niet schoon. Nee, natuurlijk niet. Ik kieperde er olie op en die olie zag dat was bruine drik. Na 4-5 minuten, omdat die pan was gewoon niet schoon. Ja, ik had het toch anders verwacht van de vrouw. Wat mij nu hier te doen staat, is gewoon verder de zaak wat aan de kant brengen en wat orde scheppen en wachten wat de proeven brengen. Ja,
In een spannende race wint Kamp Zuid de eliminatieproef. Iedereen is er overheen gekomen. We hebben het gehaald. Het was echt een kwestie van tijd. Dus ik vind eigenlijk dat we het gewoon heel goed gedaan hebben. En ik ben ontzettend trots op iedereen. Kamp Zuid, heel goed samengewerkt. Jullie hebben het verdiend. De totem voor immuniteit. Ja. Wie neemt hem in ontvangst? Ja, Walter. Walter. Dankjewel. Oké. Op Kamp Noord wordt het verlies van de eliminatieproef stilzwijgend verwerkt. Elk kamplid vervult zijn taken en realiseert zich dat er straks iemand naar huis gestuurd moet worden. Maar naar goede gewoonte wordt er op Mensirip niet over de stemming gepraat. Nou,